Martin investeerde vreselijk veel en viel uiteindelijk op. Met deze Mikko Hirvonen ging het makkelijker. Pas in 1998 reed hij zijn eerste wedstrijd en in 2002 al in het WK. Hirvonen is dit jaar tweede rijder bij Subaru. 24 jaar oud, maar jongens, wat presteert hij slecht. Het loopt voor geen meter dit jaar. First of all, when I heard that I joined the team, it was just really a big surprise for me. Anyway, we had a fight that who's gonna get the job, and then I got it. New season, new team, new car, everything was new again like in the previous year. So it was a really big step. Je bent 24 jaar oud en je krijgt de kans om in het Dream Team te komen. Vraag is of je met de druk om kunt gaan en hoe je weggaat. Nou, Hirvonen ging vol weg. I think the Sweden was the, one of the best rallies so far. Anyway, the conditions were familiar for me and I set good stage times in there. Then made my own mistake, but then again, the speed was good. But then, I would say when we went to Mexico, the first time when I traveled with the car, they are really noticed first time that it's not going to be so easy than I thought. Hirvonen maakt kennis met de keiharde wereld van de rallysportjournalistiek. Nou, als je niet scoort, dan word je afgebrand. Eerlijk is eerlijk. De vraag is, komt Hirvonen die klap te boven? Het antwoord is eigenlijk nee, want Hirvonen zit er dit seizoen niet bij. Goed, wij oordelen dan misschien ook heel snel. Als je niet presteert, geef de ruimte aan een andere. Maar bij Subaru denkt men daar anders over. Jongens, rustig aan. Wijsheid komt met de jaren. People look at the difference in times between what Mikko's doing and what Petter is doing. And forget that if you looked at, you know, the situation of, you know, Colin McRae, Carlos Sainz and Tommy Mäkinen last year, you'd have seen the same kind of difference. Met andere woorden, we moeten geduld hebben. Vraag is of Hirvonen dat nog heeft na dit soort, nou, mag ik het eerlijk zeggen, kneuterige foutjes. That's done. But it's, I don't know, just some very small silly mistakes, but things like that happens. And of course, you just have to learn it and then forget it. But then again, like I said, I just have to. I'm learning everything with the hard way. I do all the mistakes I can, or it's possible to do, and then I don't do it again. Het is een grappig mannetje, maar hij heeft absoluut niet de impact bij publiek en bij media. En hij...